Oh.
mijn collega Gert, die dwaalt gewoon stiekem af. Wij zijn dus verzorgers hier op Noordica, onder andere voor onze ijsberen. En dan denk je, het is koud vandaag, wat is het dan voor weer? Het is heerlijke ijsberenweer. Maar wat doen ijsberen in de winter als het koud is? Dit. Dus ja, er wordt vaak gedacht, in de winter zijn de ijsberen heerlijk actief. Hè, is het lekker koud, echt ijsberenweer. Maar nee, hier ze daarin liggen, kwamen ze alleen even naar boven om iets te eten. En dan vertrokken ze weer. Nou doet één van onze ijsberen, die doet dat nog steeds. En dat is Noortje. En Noortje zit dus ook vaak een verdieping lager in het verblijf aan deze kant. Zie je daar bij de rotsen, maar eigenlijk maar een beetje een klein gat. Maar onder de rotsen zit echt een enorm hol. Dat ze hier op het terrein te plaatsen. Dat als het dan koud is of regent, hard waait, dat ze daarin gaan liggen. Zodat ze niet allemaal zo'n hol graven en onder de grond gaan liggen. Nou, daar maken ze ook vaak goed gebruik van. Dus daar zijn we ook heel blij mee. En we hebben dus eigenlijk de hele winter nu ijsberen in zicht. Wat dus ontzettend fijn is. Nou, we hebben twee ijsberen uit Bremerhaven. Die zijn vaak voor de Duitsers heel erg bekend. Lily en ons gewend. Want er wordt vaak ook gevraagd, is het hier niet te warm voor ze? Nou, zij weten niet beter dan het klimaat is hier in Nederland en in Duitsland. En dat zien we ook aan hun vacht. Ze zullen nooit zo'n dikke vacht krijgen.